Goedenavond op deze prachtige zomerse avond. Van harte welkom in mijn show, de Heb Je Leven Lief Show. Mijn naam is Tanja Hebrecht. Ik ben health- en wellnesscoach. En ik help mensen aan een gezondere levensstijl. En ik help ze om het lichaam te creëren waarin ze zich helemaal lekker voelen. En dat ze weer helemaal blij kunnen worden van het beeld dat ze zien in de spiegel. Op dit moment ben ik een detox aan het doen, een ontgifting. En al de afgelopen dagen, heb ik het over allemaal dingen rond ontgiften en detoxen. En zo ook vanavond. En vanavond in deze video wil ik het hebben over het belang van een van de meest vergeten voedingsmiddelen als het aankomt op ontgiften, op detoxen. Dus als jullie kijken, live of uitgesteld, laat het alsjeblieft even weten. Laat me weten hoe het met je gaat. Hey, dag Dominique, leuk dat je kijkt. Hallo. Laat het even weten van waar je kijkt en hoe het met je gaat vandaag. Want dat wil ik heel graag weten, want jullie zijn mijn vrienden. En daarvan weet je graag hoe het gaat. Dus, wat is het vergeten voedingsmiddel bij ontgiften? Iets waar weinig mensen aan denken. En wel, het gaat over proteïne, het zijn eiwitten. Nu, om te beginnen. Ik kom er straks op terug, ik vertel er je alles over. Maar om te beginnen, waarom moeten wij regelmatig ontgiften, vind ik? Waarom doe ik dat? Ik doe dat... Eens even kijken, Dominique. Ah, je bent ook aan het ontgiften, dag 1. En tot nu toe, oké, hou eens zo, Dominique, super. Waarom moet je ontgiften, vind ik? Ik doe dat een keer of 4 per jaar bij elke seizoenswissel. Want dat is het moment waarop jouw lichaam van nature eigenlijk aan dat ontgiften gaat. En het is altijd een goed idee om je lichaam daar af en toe een beetje bij te helpen. Waarom? Wel, een hele goede reden is omdat wij de dag van vandaag elke dag meer dan 200 toxines meer te verwerken krijgen dan pakweg 100 jaar geleden. Er is zoveel meer vervuiling in ons milieu, in onze voeding, in ons hoofd, onze stress enzovoort. We krijgen dus veel meer, ons lichaam krijgt dus veel meer te verwerken dan vroeger. Maar onze ontgiftingskanalen, systemen van ons lichaam, die hebben zich daar helemaal niet op aangepast. Die zijn nog altijd dezelfde dan vroeger. Dus daarom vind ik het een heel belangrijke reden om regelmatig eens een keer je lichaam daarbij te ondersteunen. Want ik weet het, er zijn mensen die zeggen, maar Tanja, ons lichaam is daar toch op voorzien om afvalstoffen te verwerken en om die uit te scheiden, want we hebben 4 uitscheidingskanalen gekregen. Ja, dat klopt, alleen er is een overload aan die dingen de dag van vandaag. Dus een handje helpen, je lichaam daar een handje mee helpen, is echt geen overbodige luxe. Want wat krijg je anders? Anders krijg je een opstapeling van afvalstoffen, een opstapeling van toxines, van additieven, van allerlei toxische materiaal, van pesticiden bijvoorbeeld. En dat gaat zich opstapelen in je lichaam. En wat krijg je dan? Problemen. Of dan word je ziek. En dus, voilà, vandaar. Detoxen, goed idee. Nu, hoe kan je dat sowieso? Eigenlijk moet je dat elke dag een beetje doen. Dat is de reden waarom ik elke dag aloe vera drink. En ondertussen al heel veel mensen en klanten rondom mij. Straks wordt duidelijk waarom. Maar je kunt dat natuurlijk ook doen door lekker veel groente te eten. Groente moet de basis zijn van elke maaltijd. Super belangrijk. Veel groente eten. En vooral veel groene bladgroenten eten. Want dat zijn degenen met de chlorofiel erin die ervoor zorgen dat je je lichaam continu helpt met het ontdoen van afvalstoffen en toxines. Uiteraard is ook een heel belangrijke daarbij dat je veel water drinkt. Minimum 2 liter per dag. En op warme dagen als vandaag mag dat best wat meer zijn. En wees creatief. Voeg eens een beetje citroensap aan je water. Ik heb daarnet water gedronken met extra vezels in. Want ja, Inge, hey, yes, groente, absoluut, groene groente. Daarnet heb ik water gedronken, een groot glas water, met daarin vezels. Want ik neem extra vezels, ik neem die elke dag en zeker tijdens mijn ontgifting. Want de vezels zijn als de borstel, als de spons die alle afvalstoffen naar buiten kuist. Dus superbelangrijk. Dus extra vezels heb ik in mijn water gedaan, dat smaakt je niet. En ik heb er citroen bij gedaan en een beetje chiazaad. En ik had eigenlijk een hele lekkere limonade. Dus je kunt een beetje creatief zijn. Dus dat water is ook super belangrijk. Maar goed, vandaag gaat het over proteïne. Waarom die zo belangrijk zijn als je gaat ontgiften, als je gaat detoxen.
Wel, het gaat als volgt. Als je geen proteïne of te weinig proteïne neemt tijdens je detox, dan breng je je lever in gevaar. En je lever, dat is een ingenieus ontwikkelde ontgiftingsfabriek eigenlijk. En die gaat ontgiften in twee fasen. In de eerste fase gaan de toxines die bij je lever worden aangeboden, want je lever is de project manager van je lichaam. En als je gaat ontgiften, dan komen die gifstoffen vrij en die worden gepresenteerd aan je lever. En daar worden ze bioactiever gemaakt. Hey Ineke, hey Connie, daar worden ze bioactiever gemaakt. Door enzymen die onder andere te vinden zijn in... Ik hoor iets raars achter mij. Ik hoor een raar geluid en daar juist was mijn kat hier met een muis binnengekomen. Dus ik hoop dat er nu geen muis achter mij ineens komt, want dan ga ik gillen. Dan ga ik gillen. Oké, waar was ik? Oh, nu ga ik heel de tijd achteruit kijken. Hè? Dus fase 1. De toxines worden aangeboden aan je lever. En je lever maakt die bioactiever. Dat betekent ook dat die giftiger worden. Dubbel zo giftig worden. Waarom maakt je lever die bioactief? Omdat ze in een volgende fase aan water zouden kunnen gebonden worden. En het is via water dat ze uiteindelijk je lichaam gaan kunnen verlaten. Dus dat is een super, super belangrijk proces. En wie zorgt ervoor dat die bioactief gemaakt worden? Dat zijn enzymen. En waar zitten die enzymen in? In je groenten en in je aloe vera. Ah ja. Dus je gaat merken, in aloe vera zit er zoveel. Volgens mij kunnen wij leven op aloe vera. Maar goed, dat is misschien... Ik ben misschien een beetje bevooroordeeld. Even kijken. Oh ja, in dat proces waar ze dus bioactiever en dus giftiger worden gemaakt, worden er heel veel vrije radicalen geproduceerd. En vrije radicalen, dat zijn dingen die je cellen gaan aanvallen. En die kun je vernietigen of die kun je teniet doen of neutraliseren met antioxidanten. Dat verhaal ken je wel wellicht. Wat zijn dus antioxidanten? Dat zijn vitamine. Waaronder vitamine B. Dus tijdens mijn ontgifting neem ik ook een vitamine B-complex erbij. En dat raad ik ook aan mijn klanten. Ze nemen dat ook allemaal, want dan hebben ze betere resultaten. En dan voelen ze zich ook beter. Dus die vitamine B's die gaan helpen als co-enzym, gaan die helpen in dat proces. En die antioxidanten krijgen we via... Ik raad aan om de eerste dagen bijvoorbeeld felgekleurde groenten te eten, want daar zitten veel antioxidanten in. Of bessen. Daar zitten veel antioxidanten in. Dus dat helpt dat proces in fase 1. Fase 1. Dan in fase 2 moeten dus die bioactief gemaakte gifstoffen, toxines enzovoort, die moeten gekoppeld worden aan water. En daarvoor, en nu komt de kat op de koord, daarvoor, hallo Melissa, rode vruchten, ja absoluut, om dus aan water gekoppeld te worden... geconjugeerd. Als het geconjugeerd wordt, betekent het dat het eigenlijk aan water gebonden wordt. En als het aan water gebonden wordt, kan het uitgescheiden worden via de urine, via de ontlasting en via de huid. Herinner je dat ik in een van de vorige video's heb verteld dat het een goed idee is om tijdens je detox naar een stoombad te gaan of een stoombad te nemen, omdat dat je poriën openzet en langs je huid al die toxines ook worden afgescheiden, uitgescheiden. Uiteraard gebeurt dat ook via je urine en via je stoelgang. Maar bijvoorbeeld je huid kun je ook stimuleren door het droog te borstelen. Dat is wat ik doe, want ik heb geen stoombad, maar ik heb wel mijn huid gedroogd, enfin, met een borstel droog geborsteld, opdat mijn poriën ook weer open zouden gaan staan en opdat door de doorbloeding die ik daardoor creëer, afvalstoffen gemakkelijker naar buiten komen voor ik douche. En terwijl ik douche, gaan die allemaal down the drain en dan ben ik lekker schoon. Dus met andere woorden, waarom zijn proteïnen, is gelijk aan eiwitten, zo belangrijk als je gaat ontgiften? Omdat ze helpen, omdat ze eigenlijk het handje vastpakken van een toxine en ze water oplosbaar maken.
zo. Dus als je die niet hebt, als je die proteïne niet hebt of niet voldoende, dan gaan die afvalstoffen zich opstapelen. En dan krijg je problemen. Dan krijg je pijn aan je gewrichten. Of dan krijg je vasthouden van vocht. Of dan krijg je terug aanmaken van vetlagen die nog veel dikker zijn dan ervoor. Ah ja, want die gifstoffen zijn eens zo toxisch geworden. Snap je? Dus daarom zijn die zo essentieel, die eiwitten. Nu, waar vind je die eiwitten? In je voeding. Bijvoorbeeld in grasgevoerd rundvlees ga je die vinden. Eigenlijk in zuivere, pure bronnen van proteïne. Dus runs, grasgevoerd runs. In Brazilnoten ga je die ook vinden. Daarom eet ik die 3 per dag. Onder andere daarom, ook voor selenium en zo, dat is een ander verhaal. In bruine rijst vind je die. In kip en kalkoen vind je die. In linzen en kikkererwten voor onze vegetarische vrienden. En in sesamzaad en vooral in soja. Ja, in soja. Nu ga je zeggen, ja maar Tanja, je zegt toch altijd dat soja niet goed is? Ja, dat is waar, dat zeg ik altijd. Maar, welke soja? Kijk, de zuivere, pure, goed gekweekte, natuurlijk gekweekte soja is voor ons fantastisch. En die neem ik. Die raad ik ook aan mijn klanten. En als je daar advies over wil, dan moet je het mij laten weten. Stuur mij een berichtje of laat een commentaar hieronder. Maar de goede, zelfgekweekte, niet gemanipuleerde soja is voor ons lichaam top. Waar zijn al die mensen allergisch voor? Waar reageren al die lichamen met inflammatoire, dus met het ontwikkelen van ontstekingen? Dat is met die gemanipuleerde soja. En het is verdomd moeilijk om de dag van vandaag niet gemanipuleerde soja te vinden. Zelfs in de biowinkel. Dus zelfs in de biowinkel vind je al meestal alleen soja die genetisch gemodificeerd is. En dat is hetgene dat inflammatoir werkt voor ons. En dat is hetgene wat je hormonen in de war brengt. Maar niet de pure, zuivere, goed gekweekte soja. En daarom drink ik tijdens mijn ontgifting, dus tijdens mijn detox, drink ik 2 van die shakes met die sojapoeder per dag. En daar zitten de aminozuren in. Aminozuren zijn de bouwstenen van proteïne. Specifiek die aminozuren zitten erin die helpen om die afvalstoffen te binden aan water en ze zo uit te scheiden. En trouwens, dat heet methionine. Methionine is het specifieke aminozuur dat je aantreft in soja. En jawel, ook weer in aloe vera zit het ook. Ja, ik kan er ook niet aan doen. Dus zie je hoe belangrijk aloe vera is bij het ontgiften. Zie je waarom ik met volle bak aloe vera ontgift en waarom ik dat ook aanraad aan mijn klanten en aan wie het mij vraagt. Ik kreeg vandaag of gisteren of ik weet niet of wij regelmatig krijg de vraag, ja Tanja, welke aloe vera moet ik dan drinken? Wel, als je dat wil weten, ik geef je heel graag advies. Ik ben heel lang op zoek gegaan naar de beste aloe vera ter wereld. Ik heb hem gevonden bij de specialisten ter wereld. En dat is ook degene die ik verdeel, die ik aanbied in mijn webshop. Daar kun je die vinden. Stuur mij gerust een berichtje of reageer hieronder als je daar advies over wilt. Met veel plezier. Maar dus ook in die andere voedingsstoffen die ik net kom opnoemen, zitten die goede aminozuren is gelijk aan proteïne. Want dat is een synoniem. Oké? Dat was mijn boodschap voor vandaag. Zo belangrijk zijn proteïnen, is gelijk aan eiwitten, als je gaat ontgiften. Met andere woorden, als je, onthoud het goed, als je niet genoeg proteïnen en dus eiwitten eet of drinkt tijdens je detox, tijdens je ontgifting, dan ben je eraan voor de moeite en dan is de kans zeer, zeer, zeer groot dat je meer problemen gaat creëren in je lichaam dan dat je eventueel voordien al had. Dus zo belangrijk is het. Ik vond dit de moeite waard om deze boodschap met jullie te delen. Omdat het iets is waar heel weinig mensen aan denken. En mensen denken, oh ja, ik ga ontgiften, ik ga zo'n sappenkuur doen. Dan heb je geen eiwitten, hè? Hoe gaan die toxines die dan loskomen, met veel chance, hoe gaan die dan je lichaam verlaten? En hoe ga je je dan voelen? Meestal voelen die mensen zich dan super
moe en futloos en hebben ze geen energie en hebben ze geen zin om te bewegen. Ah nee, dat kan ook niet, want dat lichaam is vol een bak aan het vechten om een uitweg te vinden voor die toxines. Maar die toxines vinden geen uitweg, want ze hebben geen aminozuren om zich aan, om het handje vast te houden. En ze hebben niet genoeg vitaminen en antioxidanten, dus om zich aan de andere kant vast te houden, om je lichaam te kunnen verlaten. Ik hoop dat dit van enige waarde mag zijn voor jou. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Als dat het geval is, laat het alsjeblieft even weten hieronder. En als je iemand kent die misschien ook bezig is met detoxen, of die eraan denkt om dat te doen, of die hier waarde kan aan hebben, deel deze video dan even. Of tag die persoon. Het is absoluut geapprecieerd. Want misschien ben jij dan degene die het verschil weet te maken in een mensenleven. En is dat niet waar we de grootste voldoening hier uithalen? Van iemand te kunnen helpen met zijn of haar gezondheid. Want daar begint toch alles mee, is het niet? Ik dank jullie hartelijk om te kijken. Oh, een vraag. Hier ook grote gebruikers van goede aloe. Hey Melissa. Super joh. Tof. Blijven doen. Blijven doen en blijf de boodschap verkondigen. Blijf het delen, want iedereen heeft er baat bij. Ik wens jullie nog een fantastische mooie zomerse avond. En ik zie jullie heel graag terug in een volgende video. Zorg goed voor jezelf. Tot de volgende. Bye bye.